harte welkom hier in ons mooie nieuwe huis. Vertegenwoordigers van VWS heb ik gezien, van Zorgverzekeraars in Nederland, Patiëntenfederatie, Vereniging van Diëtisten, Vereniging van Huidtherapeuten, Vereniging voor Logopedie en Boniatrie, Oefentherapeuten Cesar en Mensendiek, Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Van harte welkom allemaal. De aanleiding voor deze bijeenkomst is natuurlijk het bestuurlijk akkoord. En wat was nou de aanleiding voor het bestuurlijk akkoord? Dat was toch dat er sprake was van een zekere onvrede en gebrek aan vertrouwen in het veld tussen zorgverleners en zorgverzekeraars. En het was niet altijd makkelijk voor jullie, denk ik, om alle kikkertjes in de kruiwagen te houden. De minister heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Want die had op een bepaald moment zoiets van, nu heb ik er genoeg van. Nu komen jullie allemaal bij mij aan tafel zitten. En ze heeft in die mediatorrol heeft ze echt geschitterd. De weg naar het akkoord was niet zonder hindernissen, maar dat akkoord ligt er nu toch mooi wel. Er liggen afspraken over kwaliteit, er liggen afspraken over lastenreductie en er liggen afspraken over contractering. Onze indruk is dat we veel hebben bereikt, maar dat we er nog lang niet zijn, maar de kop is eraf. En daarvoor wil ik iedereen die hier aanwezig is, daarvoor danken. Dankjewel. En niet zozeer het akkoord, maar de nieuwe start, denk ik dat ongelooflijk belangrijk is. Want wat was er met name aan de hand? Met name was er een vertrouwensbreuk. En die vertrouwensbreuk was best diep. Als er geen vertrouwen is, kun je niet die samenwerking aangaan die nodig is om goede zorg te verlenen. Het is echt van belang dat dit een startpunt is van een samenwerking waarbij je alles met elkaar heel goed in de gaten houdt. Dus daarbij moeten we elkaar vinden. Wat is zinnige zorg? Kunnen we substitueren vanuit dat hele dure ziekenhuis naar die eerste lijn waar u allemaal werkzaam bent? Gefeliciteerd met uw akkoord. Het is heel belangrijk dat er een akkoord ligt. Dat de zorgverleners, in ons geval de fysiotherapeuten, samen met de zorgverzekeraars en samen met het ministerie en de patiëntenorganisatie tot afspraken zijn gekomen over kwaliteit, over verminderen van de administratieve lasten en over de manier waarop er gecontracteerd wordt. Want u weet dat op al die punten fysiotherapeuten nog wel eens wat te mopperen hebben. Tekenen bij het kruisje, eindeloze formulieren invullen. En aan de andere kant wordt er wel eens gezegd, hoe staat het met de kwaliteit? Nou, over die drie onderwerpen hebben we nu met elkaar afspraken gemaakt. En ik ben er heel erg blij mee. Het akkoord, daar staat eigenlijk in op welke punten je het met elkaar eens bent. En daar staat in wat je gaat doen. Bijvoorbeeld, ik noem maar één dingetje wat ons heeft bezighouden, de behandelindex. Er moet een andere behandelindex komen. Maar dat moet je nu dus allemaal gaan uitwerken met elkaar. Papier is geduldig, maar alle partijen zeggen, we gaan nu keihard aan de slag om wat er op papier staat ook uit te werken. Dus nogmaals, meer kwaliteit, minder administratieve last en een betere manier van contractering.